Passengers to board the train. Wat zullen we doen? Dit is pack nummer 5. Pack nummer 5 is de groene koosjes natuurlijk. Hier een beetje te ruiken. Ik heb geen idee, Cleo, wat je dan ruikt. Maar goed. En nog wat koosjes. Passengers have now boarded the train. Please proceed at 1531 to Tiefen Castle when the signal is clear for departure. Signal is clear. Even kijken, hij is forward. Even kijken, wat hebben we nog meer nodig? Eigenlijk niks. Dus die doen we uit. Eindelijk een degelijke trein. Oké. Okay. Zij ruiken dat er. Ik heb geen idee. Deze wagons kom ik ook in het pakket mee. Ik wil eigenlijk toch even kijken of ik de boom mee kan pakken. Klein beetje boom. Zo. Als je goed kijkt. Stappen hebben, dat is niet aardig. Oh jee. Hebben, pas op, je hebt Martijn boos gemaakt bijna. Let's go. Tiefen Castle. Moet iemand een raampje over hebben? Zo, een raampje. Nog een raampje. Ik kan ook wat de deur open doen. Ja, ik doe. Het ging toch prima.
totale oplage van deze trein is 6 stuks. Laten we zo zeggen. Misschien wil Rivet wel de proto's maken voor Dutch. Dus het lijn op naar. Natuurlijk hebben we een berg te doen. Ja, maar het is ook hun eerste route. Ze hebben in ieder geval Thompson volgens mij zijn eerste route met RHB. Dus. En ondanks dat is de kwaliteit nog steeds top. Volgens mij is deze route ook al 4. Hoe oud zal deze zijn? Want het zijn 4 jaar? 4,5? En je zag het goed, ook bij deze gaat de stroom afnemen naar beneden. Mark, bedankt dat je was. Een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Ik zal zo even in de pest interview gaan, Martijn. Even wat zachter, want dat is een beetje hard. Passenger view van deze. Cleo, even kijken wat moet ik het zo mee. Dankjewel Cleo voor 10. Wat is een snowman of zoiets? Snowball. Dankjewel.
oprichting de 50. Dan gaan we daarna zo meteen door richting de 65. Ietsjes harder weer. Nou ja, die puntjes neem ik maar even voor lief. Goedenavond en welkom. Nou, prima Stefan. Hoe dichter je bij je puntjes, bij je stoppoints zit, hoe meer puntjes je krijgt. In dit geval, als je 500 punten hebt, dan heb je de maximale stopping distance. Nou, we hebben gewoon groen. Ze mogen gewoon door, hè? Oh, gek van te worden. Bruggie. Volgens mij is dit wel een mooi plekje voor een brug. Voor een foto. Stel je voor, je staat hier helemaal beneden. En dan zie je vervolgens daar een trein rijden. Dat is wel heel erg ver. Stel je leunt over de rand en je laat je camera vallen. Nou, goodbye foto's met zijn. En goodbye camera. Maar op zich, ik moet zeggen, die groenen die hebben toch wel wat. Het is wat anders dan rood. Groen, daar blendt wat meer in. RHB met de spaans. Zo, dan valt hij niet op de knop. Rolde mijn printer uit, kom in ieder geval middag. Nice. Heeft iemand een tunneltje besteld?
Vandaag is rood niet aanwezig op deze lijn. Het is groen. Nou, die voor deze lok is groen. De rest is wel rood hoor. We gaan naar Tievenkassel, daar zijn we bijna. We gaan naar Filisoer. We eindigen in Bregoen. Vlak voor de Sparrowtunnels en wat. Klein beetje powerbank. We komen, bij Tievenkassel. Ik hoop niet dat iemand hoogtevrees heeft hier. Als dat kunt u beter wegkrijgen. Ja, Clary, je bent verplicht om dat papiertje en tegenwoordig dat pasje dan. Maar ze noemen nog steeds papiertjes om gewoon te hebben en je moet betalen. Maar ja. Ze moeten ergens hun geld vandaan halen. En in Damtun Herren, onze nächste station is Tievenkassel. Passengers have now boarded the train. Please proceed at 15:47 to Filisoer and the signal is clear for departure. Nou, het is 48, dus wij mogen gaan ondertussen. Let's go Filisoer. Zou me niet verbazend, Leo. Okay.
maar het zijn welk station was dat ook alweer met die bellen, weet je wel, die ding ding ding. Zo van dat je weet van welke kant de trein komt. Was dat niet Tiefkassel of is dat Filisoer dan of zo? Daar had je het nog wel over nou. Het zou niet gemodelleerd zijn helaas hierin, maar in ieder geval de geluiden. Bellen die staan er wel zo dus. Was PC op en Nino staan zo. Ja, dat was, die heb ik inderdaad wel gezien. Ja. Privéjet van Roelof. Oh ja, trouwens, Cleo, was je er gisteren of niet over dat praten toe? Want op zich, ik ben benieuwd wanneer Microsoft hun Tech Alpha 2, of in ieder geval hun Alpha-versie, vrijgeeft voor de testers. Aangezien ik tester ben sinds deze versie. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Ja, misschien wel een stukje vliegen. Maar helaas denk ik geen screenshots ervan maken en wat dan ook. Helemaal NDA en wat dan ook. De Vink, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer terwijl ik iets snel rijd. In ieder geval, sorry dat ik het niet eerder had gezien. In ieder geval nog bedankt voor alles en graag tot de volgende keer. Ik ben benieuwd wat Rivet nog meer voor gaat maken. Want op zich, ik ben benieuwd wanneer hun volgende route uitkomt. En of dat route zal zijn van de RHB of de route van de SBB. Ik ben op zich ook wel naar Grootspoor misschien nog wel. Wat meer speelt. Dan kun je bijvoorbeeld dat spul van Bessel, kun je van Trainwerks kun je straks wat meer gebruiken. Ik zie het wel. Ik hoop dat hij veel plezier aan bleef. Ik hoop dat er een tutorial in zit. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe naar de performance en hoe het eruit ziet en wat dan ook. Ik dacht, ik ben een vertrouwenskop met SBB. Ja, je zei het al. Dat is wel nog steeds een prijzige bundel. Maar volgens mij wel een bundel met aardig wat materieel. En het mooie is, het werkt ook allemaal met de ZUP van... Rivet. Dus dat is ook alleen maar mooi. Sureva. Okay. Misschien moeten we hier wel stoppen. Maar misschien ook niet. Ik hoop het niet. Want dan komen we te laat. Nog de Heidi Express aanschuiven. Ik weet niet. Qua kwaliteit is het... niet veel. Hoe bedoel je wel voor... in combinatie met de flight sim bedoel je? Of bijvoorbeeld spul voor de game bijvoorbeeld? Doorrijden, want ik heb geen dingetje gehad. Dus wat wij doen is we maken een screenshotje.
lid is, maar is bijvoorbeeld onze Riven niet meer geleverd als zoals leden. Ja, ik kan begrijpen. Ja, groen is op zich een mooie kleur. Het kan best zijn dat dit ook de enige was in groen. Want deze is in de jaren 50 gemaakt, vanaf 65. Ik weet niet of RAB toen al rood was. Toen bestelden ze de overige 5 boxen. Maar dit was volgens mij niet de eerste, dacht ik. Maar misschien ook wel, ik heb geen idee. Let's go, 65. O jee. Oftewel, we gaan dit aan. Regeerlokje. Oh, ik denk dat er genoeg op staat. Ik ben nou trouwens ook benieuwd wat ze uiteindelijk, want ze hebben nou die survey hebben ze gedaan. Maar er stond op een of andere manier ook Dutch content in. En ik zie nog steeds mensen die zo van wanneer is de Dutch DLC en zo op Steam. Eentje doet ervoor een grap. De rest doet het omdat ze het echt op Steam willen zien. Omdat ze namelijk geen zin hebben om alles te installeren. Dus we zullen het wel zien. Misschien is Rivet wel de persoon die straks dat maakt. Misschien dat Chris' spul dan ook naar Steam komt, of dat via Rivet gaat of zo. Ik heb geen idee. Ja, jarenlang, dat is wel erg lang, Roelof. Ik weet nog wel, deze is aangekondigd en letterlijk nog geen week later, 6 dagen later of zo. Was deze uitgekomen. Bijvoorbeeld de Amerikaanse lock. Want ze doen weer een Amerikaanse lock, brengen ze uit. Die hebben ze nog steeds niet uitgegeven. En die was veel eerder aangekondigd. Dus we zullen het wel zien. Ik krijg het idee dat Rivet een hele hoop op dit moment maakt. Want het gaat allemaal één grid succession achter elkaar. Er is ook nog wat soort rijtuigen. Ja, dat. Op zich, wat ze hebben, ze bieden wel wat aan. Maar inderdaad, er ontbreekt nog wel eens een keer wat. Maar misschien kunnen ze het wel. Misschien komen we wel nieuws doen. Maak een mooi screenshot, maar de zon zit aan de verkeerde kant. Dat is goed bij jullie. Wat ik doe met de brug. Kan. Ik zou zeggen, Martijn, je kunt altijd Colin mailen, hè? Misschien hebben ze al een heleboel op hun lijstje staan en wordt het lijstje alleen steeds groter. Ja, ik krijg het idee, ja, maar dat ze stiekem wel bezig zijn hoor, met een grootspoorroute. Want als je vergelijkt met wat hun hebben gemaakt en aangekondigd, en ook in de buurt van Thompson, is, wij zijn ermee bezig. Zo van, in ieder geval toen een keer iets gezegd, in ieder geval heeft Thompson dat gezegd. Maar er zijn zoveel projecten wat ze allemaal tegelijkertijd doen. En ze kondigen meestal een week van tevoren aan, dat er iets uitkomt. En dan de weken na, in het begin van de week, dan doen ze tegenwoordig zo'n pre-order. Dus kun je de pre-order in ieder geval plaatsen. Op het einde van die week uit, dus dan hoef je eigenlijk nooit lang te wachten.
Dus het kan best zijn dat over 3 weken of zo, 4 weken misschien in één keer aangekondigd wordt. Ja, nieuw grootspoorroute. Ik zie een heel mooi viaduct zo. Oh jee. Dat is wel erg snel. Gerber, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Meine Damen und Herren, unsere nächste Station ist Filisur. Ik krijg het idee dat Martijn ondertussen zoiets heeft van wanneer kan ik weer gaan? Ondertussen pakt hij zijn planning erbij en wat dan ook. En, ik had eigenlijk daarvoor moeten stoppen, maar goed. We zijn er. Dit was een van de eerste logs van de RHB. Die ook kwam in die Voyage Team. Dit is ongebruikt, spoor 3. Late. Oh jee. Passengers have now boarded the train. Please proceed at 16:01 to Bergoon with the signal slip for departure. Nou, wij kregen een message nog om 1 over, dus wij waren nog op tijd. Let's go. 8 kilometer naar ons volgende station. En dat is daar. Oh ja, ik wou nog even die bellen even bekijken. Oh, kijk, hier de bellen zijn er. Bellenhype. Ding dong, ding dong. Voor het rijden voor haar HST. Stefan, laten we zo zeggen, in die tijd van Tracy World. Ja, laten we zo zeggen.
waren sommige spoorlijntjes daar een klein beetje ook anders. Je gaat dan ook in één keer van links naar rechts weer terug. Omdat de dispatcher denkt dat dat sneller is. Dus, ze werken nog ook. Ding dong, ding dong. Nou, we hebben zometeen een hele lange tunnel. Het hotel dat we net passeerden zat ook voor eens vol deze winter. Ik had er nog best heen gehoord. Zou me niet verbazen met zijn. Maar ik zou zeggen, weet je wat? Misschien moeten we ook een keer. Misschien dat jij me ook een keer rondleiding kon geven daar dat we mee, dat ik mee gauw is. Dat zou wel gezellig zijn. Via een auto is zoals een portaal te gooien, maar andere manier kort op makkelijk kunt rijden. Waar is me niks? Serieus, op een of andere manier gaat het ook altijd mis. Ik klim in de top van een hoge boom. Lagen ze midi drone. Zou me niks verbazen. Oh, moet je eens kijken. Hoe lang is deze tunnel? 21 meter. Ja, ja, 21 hele metertjes. Ja, maar zeg hoe. Ja, je hebt een auto van de oude stel treinen, hè? Oude kleurtjes. Welke maatschappijen modern hebben nog deze soort kleurgroen? In ieder geval zo'n oude groene kleur, zo'n donkere kleur. Zucht. Nou, lekker dan Steven met die navigatie. Wat zouden ze? Ik ga die time ook nog wat verhogen. Zal Mark waarschijnlijk weer zeggen, ja, we staan weer te hoog, we moeten een nulletje achter.
dat dus de verslag niet. Zou me niet verbazen. Nou, we klimmen nog steeds. 4,3 kilometertjes. Zeg, moet je even kijken, mooie brug. Wat had trouwens de RAB vroeger veel stations, hè? Als dit allemaal stations waren dan ook. Yep. Al die oranje die waren zijn als goed is geen stations meer. En ik ga het eruit. Dank je Martijn. Dus als we nog een heel klein beetje, mocht u de video niet hebben gezien op YouTube, de eerste kijkvideo van tussen RHB en Hasbeck 5. Dat soort video's, ik heb er van één persoon gehoord, die hadden graag best wel vaker zien. Dus maar op YouTube, daar komen er speciaal video's uit als ik een nieuwe DLC heb, welke direct uit is, zeg maar. Dus niet als die al een tijdje uit is, dan doe ik dat niet. Het kan best zijn als jullie zeggen zo van ja, maar ik wil best wel een review video's in de kanaal hier laten weten. Maar in ieder geval in dit pakket komt mee dus zeg maar die deze lok, de 704. Deze begon, deze begon en deze en deze en die. Er komt ook goederenwagons met de cementwagens, die zag je ook in het begin. Die komen ook mee. Hij is in de bundel verkrijgbaar. Hij is volgens mij in een bundel op Steam, een bundel op River Games. En bestaande River Games eigenaren die ik heb op korting via de River Games Shop en via Steam dacht ik ook via Complete My Collection bundel. Dus, maar mocht je van wat oudere kleuren houden, wat klassiekere kleurtjes dan alleen rood, dan is dit pack wel mooi. Donderdag schijnt woensdag zijn. Leven is zwaar, Stefan. En de dame doet heren. Onze gemeente station is Bergun. Aufstieg in de vaarrichting links of de rechts bij die tuur. We bedanken voor onze remitvaart met RHB.
pillar. Zou me niet verbazen dat alsnog de deuren links open gaan straks. Ze gaan netjes hierop. Hé, Martijn, ben je hier ook al geweest of niet? In het Bahnmuseum Albula. Dat is even grappig. Moet ik nog eens zien. Wel dan drive the vessel successful journey now. Klein beetje zo, speeding. Goed, oké. Ondertussen kan ik deze kaart.